Op 21 maart 1945 stapt Henk Misset, een van de directeuren van uitgeverij C. Misset, vlak voor sluitingstijd zijn kantoor binnen. Een redacteur is al bezig met het plaatsen van verduisteringsschermen. Henk vraagt daar nog even mee te wachten, want hij moet nog wat ondertekenen. Doetinchem wordt getroffen door een zwaar bombardement, uitgevoerd door geallieerde vliegtuigen. Een groot gedeelte van de huizen en winkels in het centrum wordt weggevaagd en er vallen veel slachtoffers. Over de reden van de bombardementen zijn de meningen verdeeld. De ene versie gaat uit van vergissingen, de andere van doelgerichte acties. Lokale verzetsmensen hebben aan de geallieerden diverse doelen doorgegeven. Eén daarvan is een Duits busje dat volgens hen als radiowagen dienst doet. De auto staat in de tuin van mededirecteur Kees Misset, de broer van Henk. Het bedrijfspand wordt zwaar beschadigd. Henk raakt gewond. Hij krijgt een granaatscherf in zijn bil. De woning van Kees brandt volledig uit. Hij neemt zijn toevlucht tot zijn buitenverblijf de Kemnade, even buiten de stad. Henk, de gentleman, de oud-militair, meester in de rechten, de directeur op de achtergrond. Van hem is bekend dat hij contacten onderhoudt met het verzet. Kees, de pionier, de opportunist en ondernemer, de koninklijk onderscheiden weldoener van de stad. Hij wordt door veel stadsgenoten gezien als Deutschfreundlich. Met z'n tweeën leiden ze het bedrijf dat door hun vader is opgezet. Het is uitgegroeid tot een van de 20 grootste uitgeverijen van Nederland en telt 220 personeelsleden. Met het eind van de oorlog in zicht komt ook het moment dichterbij dat de broers zich moeten verantwoorden voor de keuzes die in de bezettingstijd zijn gemaakt. Hoe ver zijn ze gegaan om het bedrijf overeind te houden? Hoe is, letterlijk, vijandige bedrijfsovername voorkomen? En ten koste van wat is het gelukt het personeel te sparen voor de arbeidseinsatz in Duitsland? Het zijn keuzes die Kees en Henk Misset niet meer kunnen terugdraaien. De directeuren, die door het personeel ook wel werden aangesproken met meneer Kees en meneer Henk. Op 10 mei 1940, 's morgens om 3:30, vallen Duitse troepen Nederland binnen. Veel Doetinchemers schrikken kort daarop wakker van een daverende knal, omdat Nederlandse militairen de hefbrug over de Oude IJssel opblazen, in een poging de Duitse opmars te stuiten. Bij Misset wordt die dag niet gewerkt. Veel personeelsleden kunnen het bedrijf niet bereiken en in de dagen die volgen verschijnen er geen kranten. Op 14 mei capituleert Nederland. De regering en de koninklijke familie zijn gevlucht naar Londen. Nederland is bezet. Een dag later verschijnen de dagbladen. Misset geeft de Graafschapbode uit, een krant die 3 maal per week verschijnt. Het is de oudste uitgave van Misset, kent een vrijzinnig liberaal karakter en heeft meer abonnees dan alle kranten in de regio bij elkaar. Het Algemeen Nederlands Persbureau, het ANP, wordt direct na de capitulatie door de Duitsers overgenomen. Het Nationaal Socialisme was net zoals elke dictatoriale ideologie erg geïnteresseerd in hoe de geesten van mensen kan worden beïnvloed voor die ideologie. En dan zijn media heel wezenlijk, radio en film bijvoorbeeld en kranten. Dus de eerste gang van de Duitse bezetter, vlak nadat ze Nederland hadden veroverd, was naar Amsterdam om het Algemeen Nederlands Persbureau over te nemen. Want via het Algemeen Nederlands Persbureau kon de nieuwsvoorziening van alle Nederlandse dagbladen en van de radio kon worden beheerst. Maar de Duitsers zorgden er wel voor dat die kranten niet onmiddellijk alleen maar met nazi-achtige kopij werd volgezet. Want een goede propaganda, die kan je eigenlijk alleen maar bedrijven als je het niet herkent. En als je een krant onmiddellijk volzet met alleen maar nationaal-socialistische juichverhalen, Dan weet je zeker dat geen mens die krant meer wil lezen. Dus ze hebben geprobeerd, de Duitse bezetter, om de kranten zo ver te krijgen dat ze zeer geleidelijk aan steeds meer in hun richting gingen schrijven. Journalisten en redacties worden daardoor geconfronteerd met de vraag hoe ver zij kunnen gaan met het plaatsen van artikelen. Na de oorlog verklaart Kees Misset:
Ik betreur het dat door onze regering in Londen wel voor de spoorwegen, doch voor het perswezen geen richtlijnen zijn gegeven. In dat geval zouden wij mogelijke instructies zeker hebben opgevolgd. De regering is naar Londen gevlucht, maar de secretaris-generaal, dus de hoogste ambtenaar op de ministeries, die bleven. En generaal Winkelman is nog enige tijd hoofd van deze secretaris-generaal geweest. En met name grote ondernemers, die gingen informeren of bij Winkelman of bij Hirschfeld, secretaris-generaal voor Economische Zaken, van mogen wij dit wel doen? En daar was discussie over. Winkelman had, want officieel volgens het landoorlogsreglement mag je werk weigeren wat de vijand behulpzaam is. Er is wel een voorbeeld van de munitiefabriek aan de Hemweg, dat de directeur die roept zijn mensen bij elkaar. En dan praat je denk ik over 16 mei, dus Nederland heeft gecapituleerd. En die ziet natuurlijk in, ik maak munitie. Nou, de Duitsers zullen dat natuurlijk wel van mij gaan kopen. Dus hij stelt voor om de zaak te sluiten. Nou, dat wil niemand. Die mensen hebben ze de zaak sluiten en wij dan. Dus nou, dan is hij ook maar doorgegaan. Bijkomend effect, binnen een half jaar heeft de Duitse bezetter 500.000 werklozen van voor de oorlog weer aan het werk. In 1943 stellen de Duitsers vast dat 83% van alle geplaatste orders bij het Nederlandse bedrijfsleven ook daadwerkelijk geleverd wordt. Ook bij Mercet is volop werk. Het motto daarbij is, praat niet over politiek en houd elkaar de hand. De directeuren en redacteuren van kranten uit heel Nederland worden naar Den Haag geroepen. Daar krijgen ze van de bezetter en de NSB duidelijke instructies. En nu zijn persbedrijven enorm groot, vaak beursgenoteerd. Maar toen waren het allemaal nog familiebedrijven. Zowel de directie als vaak de hoofddirecteur was veelal van één familie. Of in ieder geval sterk aan elkaar gekoppeld. Dat betekende dat de directie van die bedrijven heel dicht bij de redactie stond. En dan was Mercet bijvoorbeeld een voorbeeld, maar ook Hazenwinkel in Groningen, om het zo te noemen. En de Holderts bij de Telegraaf. Het waren gewoon maar familiebedrijven die heel sterke band schiepen tussen de eigenaar en de inhoud van de krant. De NV-uitgeversmaatschappij CMZ behoort kort voor de oorlog tot de grootste 20 uitgeverijen van Nederland. Behalve de Graafschapbode geeft Mercet 24 vakbladen uit met titels als Vakblad voor de Schoenmakerij en den Schoenhandel, Vakblad voor Bouwbedrijven, Vakblad voor Smeden, Lassers, Loodgieters, Installateurs en voor de Handel in IJzerwaren, Bakkerswereld en De Boerderij. Met alle publicaties bij elkaar heeft Mercet landelijk een oplage van 250.000 en beschikt daarmee over een indrukwekkend communicatiekanaal. Tel daarbij de opbrengsten uit abonnementen en advertenties, dan is het begrijpelijk dat er veel belangstelling bestaat bij de bezetter en de NSB. Kees Mercet beschrijft in 1945 de gevaren waar zijn bedrijf aan bloot is gesteld. Binnen heel korte tijd had onze zaak als rijk bezit drie vijanden tegenover zich die brutaalweg ons dit bezit wilden ontroven. 5 lange jaren heeft ons bedrijf een strijd op leven en dood met deze drie vijanden moeten voeren. Waarbij van onze zijde alle mogelijke tactieken en kunstgrepen zijn toegepast en alle mogelijke schijnmanoeuvres zijn uitgevoerd. Als vijanden noemt Kees de Duitsers, de NSB en het Nationaal Arbeidersfront. Dat is het Nationaal Socialistisch Overkoepelend Orgaan voor werkgevers en werknemers. Ik ken heel weinig bedrijven die principieel gezegd hebben, ik wil niet meedoen aan Duitse opdrachten. Wat je wel kon doen, en dat gebeurde ook wel, dat het NN was. En dan zag je ook goed natuurlijk. Maar dan echt een drukkerij die zich aanmeldde bij de officiële drukkersclub, die boeken drukte waarvan hij zelf nou niet echt tevreden mee was, en ook boekjes, maar die 's avonds echt alleen maar illegale dingen maakte. Nou, en als zo iemand dan ook nog een duidelijk verhaal heeft dat hij dat niet gedaan heeft om op twee paarden te werken, maar dat hij gewoon inkomen moest hebben, dan had hij ook die illegaliteit 's avonds niet kunnen werken. Dan kan je zeggen, nou, dat lijkt mij prima gedaan. Kees neemt zijn intrek in zijn buitenverblijf de Kemnade. Zijn vrouw Dini en dochter Pieneke zijn daar al vanaf oktober 1944. Maar ze zijn niet alleen. Op Palmzondag, 25 maart 1945, enkele dagen na het bombardement,
schrijft Kees een paar briefjes aan hoofdredacteur en vertrouweling Jan Meinen. Ik ben hier eergisterenmorgen goed aangekomen. Het hele huis zit hier vol. Egon Fischer is ingekwartierd en Hein Bulten zit hier notabene ook. Hein Bulten, de piloot van het privévliegtuig van Kees Misset. Redacteur van het door Misset uitgegeven vakblad De Vliegsport. Hij heeft al ver voor de oorlog een verhouding met de jonge vrouw van Kees Misset, Dini Hakbijl. Kees, en eigenlijk heel Doetinchem, is hiervan op de hoogte. Kees Misset is rijk en machtig, maar heeft zijn uiterlijk niet mee. We schrijven 1925, als de 41-jarige meneer Kees op het punt staat met het mooiste meisje van de stad te trouwen. En toen zou meneer Kees gaan trouwen, dus ik stond achter het raam, want er was net tegenover. En de bruid, dat duurde zo lang voordat Kees kwam en de bruid kwam naar buiten, maar geen Kees. Die was met zijn vriendje, hoe heette die ook alweer, die had hem meegenomen ergens anders naartoe. En dat heeft ze natuurlijk niet uit liefde gedaan met hem getrouwd, alleen op het geld. Want anders dan zou ik zeggen, ja, je kunt de pot op. Hè? Je hebt me laten zitten, ik hoef je niet meer. Maar ze zijn toch later getrouwd. Op huwelijkse voorwaarden. Dini wordt geen erfgenaam van het bedrijf, mocht Kees overlijden. Een jaar later krijgen ze een dochter, Pieneke. Op dinsdag 27 maart 1945 schrijft Kees Misset aan Jan Meinen. Het is ontzettend wat er zich nu toch afspeelt. Het schijnt wel of alle duivels over de aarde los zijn. Wat moet daar nog van terechtkomen? Ook op zoveel gebied zijn alle duivels los. Kom je nog eens hier? Hoe is het met mijn broer? De gebroeders Misset. Twee grote tegenpolen die elkaar op een opmerkelijke manier aanvullen. Kees is de oudste en staat bekend als de pionier. De 2 jaar jongere Henk houdt zich voornamelijk bezig met de inhoudelijke uitvoering en de redactie. Kees Misset is een kleine, kale, onaantrekkelijke man. Henk daarentegen is de gentleman, heeft in het leger gezeten en rechten gestudeerd. Kees komt in 1909 bij zijn vader Cornelis Misset in de zaak. Henk volgt 8 jaar later. Tot grote frustratie van Henk en de Raad van Commissarissen is Kees impulsief en opportunistisch. Een accountant oordeelt in 1936 dat er sprake is van een roekeloze financiële politiek. Kees houdt er een creatieve boekhouding op na. Hij blijkt een slimme en gewiekste zakenman te zijn en oogst bewondering van zijn vader. Wat ook interessant is van Misset in de jaren 2030 is dat ze dus ook een steun vormde voor de plaatselijke industrie. En dat is bijvoorbeeld de ijzergieterij, Doetinchemse ijzergieterij, is daar een goed voorbeeld van. Die zaten in problemen en die zijn met geld van Misset toch door het dal heen gehaald in de jaren 30. En een ander voorbeeld is de Doetinchemse papierfabriek. Die door Misset is opgericht. Een aantal jaren maakten ze verlies, maar ze hebben de opgaande lijn weer weten te vinden. En hij staat er nu nog, dus dat is ook wel een van de erfenissen van Misset. Het personeel van Misset kan onder gunstige voorwaarden via de zaak hypotheken afsluiten. Er ontstaan nieuwe woonwijken, zoals de Pas, het Juliana-kwartier en de Vijverberg. Daarnaast bouwt Misset huurwoningen voor het personeel, zoals in de Bloemerstraat, de Van Entstraat en in de wijk Schöneveld. Misset weet het personeel op die manier aan zich te binden. Als je bij Misset zit, dan zit je goed, klinkt het. Al voordat het wettelijk verplicht is, biedt Misset bijvoorbeeld een pensioenregeling en een ziekenfonds. Bijzonder zijn de jaarlijkse personeelsreisjes naar het buitenland. Als in de grafische sector in februari 1939 de CAO voor alle drukkerijen verbindend wordt verklaard, moet Kees toch het nodige aanpassen aan salarissen. Het kader verdient volgens de norm, maar de lonen van het lagere personeel moeten fors omhoog, soms zelfs verdubbeld. Kees laat diverse personen boekhoudkundig verhuizen van de drukkerij naar een andere afdeling of nevenbedrijf waarvoor geen CAO geldt. Kees Misset zorgt voor promotie van Doetinchem en de Achterhoek. Als de ongekroonde koning van Doetinchem houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van de stad.
Hij legt een heus vliegveld aan, dat onder meer gebruikt wordt voor een vliegtuig dat eigendom is van Musset. De Rode Koolhoven heeft het opschrift PHCMD. Dat staat voor de uitgeverij C. Musset Doetinchem. Het zorgt onder andere voor reclameactiviteiten voor de vakbladen. Ook realiseert Kees het zwembad Groenendaal. Het personeel van Musset heeft een gratis zwemabonnement. Er worden belangrijke zwemevenementen gehouden, zoals de internationale waterpolo-wedstrijden om de Horty Cup, waaraan de beste 8 waterpololanden van Europa deelnemen. Prins Bernhard komt naar Doetinchem om dit evenement te openen. Kees Musset heeft grootse plannen met Doetinchem en de Achterhoek. Hij heeft veel contacten met de VVV en geeft gidsen en boeken uit om de regio te promoten. Nou, dat was een heel duidelijke politiek. De Achterhoek was natuurlijk toch wat afgelegen van het centrum van Nederland. En om met name het midden- en het hoger kader te kunnen aantrekken naar een plaats als Doetinchem, vond Musset dat de stad de nodige faciliteiten moest bieden. En in dat kader heeft hij dus een zwembad bijvoorbeeld opgericht, een wielerbaan. Het was ook een beetje zijn persoonlijke hobby, denk ik, van Kees Musset. Hij kocht ook grond en dan liet hij ook huizen opzetten voor met name ook het wat middenkader en hoger kader. Dus dat waren allemaal gedachten van de stad. Voor de positieve bijdragen aan de stad wordt Kees, net als ooit zijn vader, in 1936 koninklijk onderscheiden. Ook Henk is maatschappelijk actief. Als voorzitter van de ambachtsschool presenteert hij op 21 maart 1940 de plannen voor een nieuwe ambachtsschool, het latere Brewink. Kees en Henk Musset kunnen goed leven van de zaak. Henk blijft ongetrouwd, maar woont samen met het echtpaar Van Veen in een villa aan de Keppelseweg. Bas Van Veen is directiecommissaris bij Musset en redacteur. Elke werkdag, stipt om 7:55, verlaten hij en Henk de woning en wandelen met tas en bolhoed samen naar de zaak. Veel mensen in Doetinchem weten dat het hier om een bijzondere manier van samenwonen gaat. Kees woont in het centrum van Doetinchem, in een groot patriciershuis in de Waterstraat, met bediening. Omdat Pieneke veel alleen is, wordt Annie aangenomen om met haar te spelen en haar voor te lezen. Kees heeft een auto met chauffeur en bezoekt veelvuldig het Duitse kuuroord Bad Nauheim, een stad met allure, waar ook Russische adel en Duitse intellectuelen tot de vaste gasten behoren. Pieneke blijft enig kind. Ze groeit op in een riant huis en in alle luxe. Als de oorlog uitbreekt, is ze 13 jaar. Op 14 juli 1940 arriveert een Duitse tankeenheid in Doetinchem. De tanks hebben deelgenomen aan de inval in Frankrijk. De manschappen en hun tanks worden ondergebracht in loodsen van de GTW, de Gelderse tramwegen. Een van de militairen is de 20-jarige Rolf von Westernhagen. Kort daarop ontmoet Rolf bij een slagerij in het centrum van Doetinchem de 14-jarige Pieneke. Het stel wordt verliefd, maar kan maar weinig bij elkaar zijn. Rolf wordt met zijn tankeenheid ingezet aan het front. Maar zodra hij verlof heeft, komt hij, als het even kan, naar Doetinchem. Hij wordt kind aan huis en mag achterom komen, door het poortje. Kees lijkt erg op hem gesteld. Eind maart 1945 vechten de Canadezen zich een weg vanaf Mechelen via Terborg en Gaanderen naar Doetinchem. Op 1 april bereiken ze de stad. Het centrum is gebarricadeerd en de Duitsers die zijn achtergebleven verzetten zich fel. De Canadezen zetten zelfs vlammenwerpers in om hen uit de binnenstad te verdrijven. Opnieuw brandt het centrum. Op 1 april 1945 is Doetinchem bevrijd. Voor sommige inwoners is het moment gekomen om de jacht op de foute stadsgenoten te beginnen. De toestand is chaotisch. Op 2 april wordt Kees Musset bij de Kemnade opgepakt door een groep Doetinchemers. In de volgende aflevering van meneer Kees en meneer Henk, de gebroeders Musset beseffen dat er 2 dingen belangrijk zijn om als bedrijf te overleven: geld en connecties. Kees onderhoudt vriendschappelijke relaties met NSB'ers en het bedrijf schenkt grote bedragen aan pro-Duitse organisaties.